Het veiligheidsgevoel moet weer toenemen onder de burgers. Daarbij heeft de samenleving als belangrijke rol het doorspelen van informatie aan de politie, zodat zaken vlotter kunnen worden afgehandeld. Dit zei inspecteur Inderprasad Jang Bahadur van het Korps Politie Suriname vandaag tijdens een persconferentie. Een delegatie van het korps heeft op deze persbijeenkomst een uiteenzetting gegeven over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd rond de criminaliteit. Volgens inspecteur Jang Bahadur zijn de criminaliteitscijfers nog niet schrikbarend. Ondanks er successen zijn geboekt, is het aantal inbraken en roofovervallen toch lichtjes toegenomen, zegt hij. De inspecteur schetst een somber beeld over de criminaliteit in regio Paramaribo. Vanaf januari tot en met 19 februari dit jaar. In totaal zijn 279 mensen aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Ook inbrekers en rovers zitten erin. In 66 gevallen, nee, laat maar zo zeggen, 66 personen zijn op heterdaad betrapt tijdens het plegen van het strafbaar feit of kort daarna. 149 mensen zijn ingesloten. En er zijn 118 dossiers verzonden naar het parket. In januari zijn we 26 keren in de regio geweest om op verschillende plekken roadblocks te doen. Hè. Dan gaat het om mini-roadblocks. Waarom mini-roadblocks? Omdat gewoon via Facebook de handelingen van de politie worden gevolgd. Dus wij verplaatsen ons telkens van de ene naar de andere plek. Triest is wel om aan te geven dat 2086 aanrijdingen zich hebben voorgedaan. Dus zoveel keer heeft de politie moeten uitrijden om aanrijdingen te onderzoeken in de regio. Jang Bahadur zegt verder dat het korps werkt aan het indammen van de criminaliteit. Inspecteur Glenn Fernand, hoofd van de afdeling Capitale Delicten, verschafte informatie over de drugsvangsten van de afgelopen tijd, waaronder de grootste van het Nieuwe Haven. Als laatst zien wij dat er op 7 februari in de nachtelijke uren de narcotica brigade om assistentie werd gevraagd door de douane op om onderzoek in te stellen op het Jules-Sydney havencomplex. Het gaat erom dat er op een gegeven moment onregelmatigheden waren geconstateerd. De assistentie is verleend en op een gegeven moment is er dan gestuurd op twee containers. Eén op 40 voet container met daarin 5 zwarte sporttassen inhoudende vermoedelijk cocaïne. En een 20 voet container, daarin zijn er 27 zwarte sporttassen aangetroffen, ook inhoudende vermoedelijk cocaïne. In totaal gaat het om 835 pakken met een bruto gewicht van 97.805 gram, welke in beslag is genomen. In deze zaak zijn er tot nu toe 11 verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. 1 verdachte is nog vervluchtigd en het onderzoek is in volle gang. Dat is dus inspecteur Glenn Fernand, hoofd van de afdeling Capitale Delicten. Het Korps Politie Suriname heeft vandaag tijdens een persconferentie informatie verstrekt over de ontwikkelingen van de afgelopen periode rond de criminaliteit.